jullie weer kijken. En op veler verzoek maak ik vandaag eens een curry. Dat heb ik nog niet gedaan. En dat doe ik met Sander. Ja, we zijn er weer. En we maken een Indiase curry en in dit geval een vindaloo. Oké. Okay. Dus dat gaan we vandaag maken. Lekker. Dus een curry van varkensvlees met heel veel kruiden en specerijen. Daar mag jij mee beginnen. Er is hier al een warm pannetje. Mm-hmm. Korianderzaadjes kunnen erin. Komijn heb ik hier. Zonder olie? Ja, gewoon zo droog erin. Komijn, stukken van peperkorrels. Dit ken ik van de pitjeskaas, hè? Ja, precies. Komijnenkaas. Dan heb ik een paar kruidnagelen. Kruidnagels. Even goed schudden. Ja. Het hoeft maar een paar minuutjes net even te roosteren. Dan geeft het wat meer smaak af. Ja, precies. Ja. En dan doe je het in die vijzel. Dan laat je het heel even koelen. En dan ga je het fijn malen. Mm-hmm. En dat gaat ook beter als het even geroosterd is. Want anders is het echt heel lastig om dat tot een soort poeder te krijgen. Okay. Ik ga ondertussen het vlees alvast aan stukjes snijden. Want dat hebben we straks nodig. Maar dit is goed hoor. Ja. Dit is prima. Zet dat maar even daar af. En dan gaan we verder met pepers. Nou, dat lijkt mij wel genoeg. Je kan er nog meer ook doen. 6 als je wil. Maar het is... Het hoort een pittig gerecht te zijn. Kijk, en als je nou zo'n teen gewoon zo legt en je duwt hem even. Je snijdt dan aan de bovenkant dat dingetje eraf. Dan trek je hem zo uit het velletje. Nou ja, snij ze 2 keer door of zo. Dan heeft die staafmixer het iets makkelijker. Het puntje kan je dat laten zitten? Ja hoor. Okay. En daar kan bij, staat hier azijn. En een stuk van die gember. Ja, lekker stuk. Sorry? Ja. Nou, zo. En dan snij je dat, of dan schil je dat even. Mm-hmm. En dan zou ik dat wel even grof hakken met het mes. Want het is natuurlijk vrij hard. Ja. En dan, anders denk ik dat die staafmixer dat niet aan kan. Mag ik al? Ja, je mag. Zeker. Oh, wauw. Een rode curry, denk ik. Of niet? Nee, het wordt niet echt rood. Ja, dat is prima zo hoor. Oké. Okay. Dan kan dat hierin. Samen met dat vlees. Nou, dan schep je dat om. En dan moet dat een uurtje even marineren.